Welkom op de workshop Zaadmengsels voor een optimaal groene dijk. We zitten hier met een zaal vol dijkbeheerders en andere mensen die met grasmengsels te maken hebben. Jullie zorgen het hele jaar voor die optimaal groene dijk. Maar hoe kunnen zaadmengsels jullie daar nou bij ondersteunen? En het leek mij goed om een gouden driehoek, om het maar zo te zeggen, bij elkaar te halen. Die alle drie vanuit hun eigen invalshoek de kennis kunnen overbrengen. Ik zal ze aan jullie voorstellen. Allereerst, eigenlijk is dit Mr. Duizendknoop sinds kennisdag 2018. Maar ook voor een klanteisspecificatie voor de grasbekleding draait hij zijn hand niet om. Van Waterschap Limburg, André Smeets. Deze leverancier is een reus in de kennis over het kleinste asset van de waterkering. Het zaadmengsel. En met lokaal gewonnen mengsels kan hij het zo bont maken als jullie het willen hebben. Van Biodivers, Peter de Groot. En een groenaannemer die zich al jaren inspant om het streefbeeld van Vlei en Veluwe te realiseren op de waterkering. Hij benadert dat op een bijna wetenschappelijke manier, maar altijd in balans met de realiteit. Van aannemersbedrijf Vaarkamp, Jacco Immink. En met name de laatste twee heren ben ik erg dankbaar dat zij een commerciële dag hebben willen opofferen om hier jullie hun kennis te delen met jullie. Hoe ziet het programma eruit? De introductie hebben we gehad. Zometeen krijgen ze alle drie 2,5 minuut om een korte pitch te maken, om jullie te prikkelen met kennis en met stellingen. En dan gaan we met jullie het gesprek aan. Misschien hebben wij het gevoel dat we in een doolhof rond waren, maar ik probeer op die sheet toch een aantal dingen te schrijven waar we het met elkaar eens zijn. Is dit helder? Dan geef ik nu het woord aan André Smeets. Hier heb je een transporter. Ik dank jou, Jaap. Ja. Twee dingen. E is B. En E is erosiebestendigheid. En ten tweede, wat was er nog alweer? Ja. Carolien. Flauw grapje. Maar B is biodiversiteit. Die twee die kunnen heel goed samen opgaan. Een sterke en een kruidenrijke grasmat is ook een ecologische grasmat. Is een grasmat met heel veel variëteit in. En hoe kom je daar toe? Het is in ieder geval, je kunt eigenlijk gewoon zeggen, doe maar gewoon niks, dan komt hij vanzelf. En dat is mijn ervaring, dat is zo. Maar hebben we de tijd, dan heb je tijd nodig, hè, tijd, geduld. Je hebt heel goed onderhoud nodig en je moet volgens mij goed monitoren en kennis opdoen. Dus je moet onderzoeken. Dat heb ik ook opgeschreven. Nou, tijd. Dat is het makkelijkste wat je kunt hebben om aan je grasmat te komen. He, want je hoeft dan eigenlijk gewoon niks te doen. Je zaait je dijk in, of in ieder geval je hebt een nieuwe dijk. Je zorgt dat je een goed substraat hebt, mooie groeilaag erop. En je zaait het in met een D-mengsel. Doe je niet al te dik, zodat er wat ruimte overblijft voor kruiden. Zodat ze er zich spontaan tussen kunnen vestigen. Doe een jaartje ontwikkelingsbeheer met de klepelmaaier erover. En na dat jaar ga je vooral goed beheren, op de juiste manier. Daar zit nog wel een dingetje voor ons. Hè. Niet te vast binnen een bepaald stramien, binnen een bepaalde periode. Rek je onderhoudsperiode op, maar blijf maaien en blijf verschalen, blijf het afvoeren. En dan zul je zien dat je uiteindelijk vanzelf je variatie in de grasmat krijgt. Daarna heb je heel veel geduld nodig. Het duurt wel even, want het kan jaren en zelfs decennia duren, voordat je kruidenrijke grasmat hebt. Maar dan heb je wel vooral een omgevingsvriendelijke grasmat. Geen introductie van vreemde soorten, grassoorten die uit Australië komen of Zuid-Amerika. Maar gewoon vanuit je eigen omgeving. Dus zeg maar, je eigen dijk maakt je eigen grasmengsel. Zonder dat je er iets voor doet. En vervolgens wacht je heel lang en dan wordt je geduld op de proef gesteld. En dan komt je bestuurder en die zegt, ik wil vandaag een sterke of een kruiden, een bloemrijke dijk hebben. Heb je dat al? Nou, als je toevallig een oude grasmat hebt wel, en anders heb je hem niet. Stelling is in ieder geval, 50% van je grasmat moet kruiden zijn, 50% moet gras zijn. Vroeger zeiden we dat in een andere verhouding, maar we zagen in het afgelopen zomerseizoen, hè, met extreme omstandigheden, die kruiden hebben het glansrijk doorstaan. Beter dan de grassoort. En dat is waar we nog heel veel onderzoek voor nodig hebben. Hoe kun je dat dan misschien wel anders doen? Maar met niks doen kom je uiteindelijk waar we zijn moeten.
op een ecologische, een omgevingsvriendelijke en ook een diverse grasmat. Dus jouw stelling is, we beginnen met een D1 en geef de tijd de ruimte. Gewoon met een dijkmengsel en wachten. Helder. Dan gaan we nu verder met Peter om te kijken of hij het daarmee eens is. Peter, aan jou het woord. Heb ik dat nodig? Oh, nee. Dat mag je hebben of om, even kijken, hoor. Om te klikken. Ja. Nou, of ik het daarmee eens ben, niet helemaal misschien, maar daar kom ik zo meteen wel op. Op dat beroemde D1 en D2 mengsel. Wij zijn een bedrijf wat specialist zijn op het gebied van het oogsten van regio gewonnen zaden uit het, zeg maar, het half natuurlijke dijkensysteem, de uiterwaarden voornamelijk. Zaden komen daar vandaan, worden daar geoogst en zijn het meest geschikt ook om dan ook weer uitgezaaid te worden in de dijkomgeving. Zijn daar aangepast aan de omstandigheden. Nou, hier kun je zien afgelopen begin 2018 hoe onze oogstgebieden erbij lagen. Dan schrik je toch wel even als je dat een paar jaar niet meegemaakt hebt en denkt van ik wil nu eigenlijk, zou ik het terrein in willen gaan om te zien hoe het er nu bij ligt. Want ik ben toch wel een beetje benauwd of dat wel goed gaat komen. Op het moment dat het water in dit soort terreinen weg is, is na 2-3 maanden, staat het er zo bij. Niets meer te zien eigenlijk van dat hoge water. In zijn geheel helemaal hersteld van die 1-3 meter waterkolom die er dan een week of 4-5 op staat. In feite liggen er in dit soort terreinen allerlei mozaïeken van alleen maar grasdelen en ook hele bloemrijke onderdelen. En dat kun je bijvoorbeeld hier zien. Dat zijn weer andere percelen. Het is afhankelijk van waar je in dit gebied, zeg maar, zit. De mengsels die hier uitkomen, die zijn supergoed aangepast, ook wat ik net al zei, aan de flora en fauna in het rivierengebied, in het Stroomdal van Nederland. Onze regioproducten komen langs de IJssel, worden gewonnen langs de Rijn, de Waal, nou ja, nog meer van dat soort gebieden. Ja, waarom zou je wachten, zeg maar, wat André zegt, 10, 20, 30, 40 jaar, eer dat je eindelijk zover bent om van alleen maar gras, wat begrijpelijk is, om van gras naar kruidenrijk, of, ja, kruidenrijk te komen, dus nog niet eens bloemrijk, en na verloop van een decennia of twee, dan pas in het bloemrijke stadium aan te komen. Hebben we die tijd om te wachten? Nou, alle berichten over de insectentoestand in Europa, die spreken boekdelen. Dus alleen al uit dat oogpunt zou je kunnen zeggen, gaat niet 10, 20, 30, 40 jaar beheren wat uiteindelijk wel goed komt, mits er voldoende bronnen zijn in de directe omgeving van datzelfde dijksysteem die je bloemrijk wil krijgen. Ik zou daar op een hele creatieve manier mee om kunnen gaan om ze toe te passen zonder dat je met hele hoge kosten komt te zitten. Dat hoeft niet volle velds, dat kan ook plexgewijs op een andere manier, waardoor je ook toch heel snel in gebiedseigen materiaal komt te zitten, wat veel steenaboller is, zeg maar, als het gekweekte materiaal of het veredelde materiaal. En wij denken gewoon dat de echte natuurgrassen die in het eigen Stroomdal van Nederland groeien, dat die ook bestand zijn tegen de hele hoge dynamiek die je in de winterperiode bijvoorbeeld en in droogteperiodes, zeg maar, in dat rivierengebied ook tegenkomt. En afgelopen droogte, ik heb nog geen belletje gehoord, maar ja, hij zal gewoon. Oh, hij zal gewoon. Sorry. Maar dus zelfs de droogte, deze percelen met de droogte, hebben helemaal niets te lijden gehad van het klimaat. Dus zelfs zijn ze klimaatbestendig. Peter krijgt zo meteen nog veel meer de tijd om zijn verhaal te doen. Maar samengevat, Peter, zeg jij, begin met een lokaal mengsel, wacht niet 20 jaar, zodat je direct resultaat hebt. Even heel kort samengevat. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Ja. Jacco. Zo, nou, mijn beurt. Ik werk dus bij Vaarkamp. En Vaarkamp heeft de afgelopen 4 jaar een stuk dijk mogen onderhouden in met de verantwoordelijkheid als een beeldbestek. Nou, het beeldbestek werd omschreven als een verbetering van de grasmat en een hoogwaardige afzetting van het product gras. Want het is uiteindelijk een product geworden en geen afvalstroom.
Het komt erop neer dat er gedurende 4-5 jaar een ontwikkeling geweest is van een zode waar schapen op grazen naar alleen nog maar machinebeheer. Want dat was mijn keuze in dit geval om dat op die manier te doen en niet met begrazing. Nou, als aannemer in een beeldbestek, dan krijg je de verantwoordelijkheid en daardoor word je creatief en dat vind je leuk. En dan ga je experimenteren, dan haal je de zaken bij, dan haal je expertise erbij en dan ga je aan de slag. Er zijn eigenlijk twee uitgangssituaties. Je hebt een bestaande zode, hè, die wil je verrijken. Maar je kan ook te maken dus hebben met een zode die dus na delta werken, dus een nieuwe kleilaag gekregen heeft. En die klei die is ongerijpt. Dus daar ga je op twee verschillende manieren mee om. Nou, na het zaaiwerk, in ieder geval het kruidenrijke mengsel, dat je toepast op nieuw ingezaaid, of op nieuwe dijklichamen, dat kan aanslaan, maar kan ook wezen dat dat niet lukt. Je hebt klei dus dat van diep wegkomt, er zit niks in, te weinig mineralen. Daar moet je wat mee. Dus ik zou zeggen, inzaaien met gras en zorgen voor een goede doorworteling. En ga daarna verschalen. Dat kan 2-3 jaar duren, kan langer duren. Maar, en ga dan doorschakelen naar een kruidenrijke dijk. Bij een omvormbeheer hebben we ervoor gekozen om de dijk anders te gaan aanpakken. Ik ben vroeg gaan maaien. Eind april, als ik niet vergis. Ja, eind april zijn we gaan maaien. Vooraf hebben we geëcht. We hebben de zoden even gekieteld, losgemaakt, gekrapt. Hè? Met een spokleg, wie het echt, net hoe je het noemen wil. Mos komt los, dat haal je eruit. En nou, dat zeg ik verkeerd, dat hebben we begin april gedaan. We zijn dus eind april gaan maaien om die grasdruk tegen te gaan. Maar die grassen, die zet je kort op 10 centimeter, 15 centimeter. Waardoor die kruiden kunnen komen. Dan laat je met rust. Vorig jaar hadden we het plan, laat ik dat erbij zeggen, om ergens in juni, juli te gaan maaien. Dat was de planning. Maar goed, droge zomer. Plan gewijzigd, laten staan. Zorgen dat er een mooi dekentje ligt, zodat die dijk niet verder uitdroogt. En we zijn vlak voor de bui gaan maaien, waardoor uiteindelijk de zoden niks te lijden gehad had. En snel weer groen was. Dat was een succes. Dan hebben we daarbij er ook voor gekozen om niet echt hooilandbeheer toe te passen. Want de natuur gaat toch zo gang. Die laat ze kruiden schieten, die laat ze vallen. Hooilandbeheer wil dus zeggen maaien, opzuigen liever niet, want dan ben je echt de zaden kwijt. Maar maaien laten liggen en niet schudden, persen of opdijken, persen. Maar we hebben met de opraapwagen het gras verzameld. Dus is maaien of bij elkaar opraapwagen en wegwezen. We hebben die zoden met rust gelaten. Die zoden moet rust hebben in onze beleving. Er moet zuurstof in die grond komen. Nou, dat is gelukt. Het gras hebben we als grondstof gebruikt. In principe om andere. Tot de afronding komen? Ik ga het proberen af te ronden. Oké, oké. Dat is lastig. Dat was een heel verhaal. Ja, nee, maar zometeen kun je ook nog in je antwoorden kennis verwerken. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ik wil alleen zeggen, pas op voor kokervisie. H2 is een norm. Een bijenlint is een mooie benadering om een mooi streven. Dijkvakken zijn geschikt voor biodiversiteit en ecologisch. Beheer is leuk, maar kan het. Kijk niet op de korte termijn, kijk op de lange termijn. Kijk wat kans, anticiperen op het klimaat. En ga daar op de juiste manier mee om. Dus wat wil je nu eigenlijk? Druk het uit in percentages. En grassen die je wilt hebben, hoe ziet de directe omgeving eruit? Past het? En passen de kruiden daar? Want je kunt nu iets inzaaien, maar de vraag is of het zaadje daar thuis hoort. Dat was mijn vraag. Luister naar je standplaats in feite. Ja. Nou, deze drie heren hebben op zich een verhaal gehouden wat schijnbaar tegenstrijdig kan zijn. Zeker de mening van Peter van begin bloemrijk maar gelijk, want dan hoef je geen 20 jaar te wachten. André benadert hem vrij aannemerachtig van ik begin met D1 en dan geef ik hem de tijd. En Jaco lijkt er tussenin te zitten. En waarschijnlijk als ik nog 5 inleiders had gevraagd, dan had ik nog 5 meningen gekregen. Dus ik ben benieuwd naar wat jullie mening is, wat jullie vragen zijn. Wie heeft al direct een vraag aan een van deze sprekers? En als jullie gewoon hier voorkomen, dan kan de hele zaal jullie goed zien. Loop ik met de microfoon naar je toe als je een vraag hebt. Goedemiddag allemaal. Ik heb een vraagje voor Jaco. Jij gebruikt gras als
grondstof wilde en laat je dat liggen. En dan lijkt me dat heel contradictorisch met hetgeen wat we meestal willen doen, het weghalen, want anders verstikken en krijgen wij in Vlaanderen brandnetels. Ja, nou, het idee was, laat ik het anders zeggen, we zijn gevraagd om te participeren in een innovatief plan om van papier, van gras, de vezels van grassen en kruiden papier te maken. Dat kan. Dat gebeurt al, maar het idee was om dat grootschalig op te pakken door een fabriek. En die fabriek wilde daaraan meewerken. Er zijn meerdere plannen, dus plannen van gras, isolatie te maken of eierdoosjes worden er al gemaakt. Er wordt ook van gras, isolatie zei ik al, oh ja, bermplankjes bij wijze van spreken, dat kan allemaal. Dus we maken er een grondstof van. Nou, en ik ben van mening dat als je het seizoen mee hebt, want daar moet je wel op anticiperen, ik net al zei, dat je niet typisch hooilandbeheer moet toepassen. Is op de dijk sowieso al een dingetje, want ik wil niet te veel over die zoden heen rijden, want ik rij hem dicht. Dus hoe minder rijbeweging, hoe beter. Dus ik doe het gras zo snel mogelijk bij elkaar harken binnen 48 uur. En dan is hij al een hoop zaad kwijt. En ik hoef ook niet zoveel graszaad daarbij gezegd. Graszaad is er al genoeg. De gras wordt verzameld en gaat de kuil in. Dat is toch wel afvoeren eigenlijk. Hmm. Peter, deel jij de mening dat er al graszaad genoeg ligt op die dijk? Ja, het hangt er vanaf welk graszaad. Ja. Kijk, als het de verkeerde grassen zijn, dan heb ik ook zoiets van, nou, er zit bijvoorbeeld een soort vaak ook bij in die mengsels van bijvoorbeeld hartzwenkgras. En dat zijn soorten die ook niet bijdragen, zeg maar, aan het systeem van graskruidenverhaal wat van nature, zeg maar, in stroomdalmengsels of stroomdalvegetaties thuis horen. Daar praat je meer over goudhaver, over glanshaver. En ja, die zaden zijn wel belangrijk, zeg maar, om door te kunnen zaaien. Maar ja, het veredelde materiaal, dat zal na verloop van een bepaalde dynamiek uitvallen. En daardoor deel ik ook natuurlijk André zijn standpunt van zaai eerst gras in. En na verloop van tijd, als je lang genoeg hebt, komen die kruiden vanzelf. En eventueel in het tweede of derde jaar ga je dan pas met zaden eventueel beginnen. Die nuance, die deel ik ook dan wel. Maar ja, op het moment dat je dus zaden hebt van soorten die er eigenlijk van nature niet thuis horen en niet stabiel genoeg zijn om in dat riviergebied, afgezien van klimaatextremen, ook bijvoorbeeld met hoog water daarmee uit de voeten te kunnen, dan zou ik zeggen, nou ja, dan heb je nog niet veel verloren. Maar ik denk dat jij ook bedoelt, zeg maar, het eerder wegmaaien, zeg maar, van grassen, om te voorkomen dat ze doorzaaien, wat misschien ook probleemgrassen zijn. Ja. Ja. Dus dat is denk ik de nuance, zeggen, denk ik, in de ervaring geval. Is dat er de dijken waar je dus een omvormbeheer gaat toepassen, dat de grassen dus oppermachtig zijn. Ja. Er zit een dik wortelpakket en je wil die kruiden ertussen hebben. Een bloemrijke dijk. Dus door vroeg te maaien rem ik dat gras af en geef die kruiden een kans. En dan wachten we heel lang met maaien en dat kan. Even los van een bijenlint of wat voor een beheer je dan verder op loslaat. Ik denk dat het kan. Maar er kan ook een nat jaar komen dat je dat niet lukt. Hè? Je moet anticiperen op de situatie die er is. Nou, kunnen we helaas niet anticiperen op een nat jaar, want dat zal altijd een verrassing van de toekomst zijn. Dus om even terug te gaan naar de zaal. Misschien wel even handig voor de interactie. Wie voelt zich het meeste aangetrokken tot de stelling van André? Van ik begin met een D1, D2 of zo en ik geef het de tijd. Wie durft zijn hand op te steken? Dat is niet een meerderheid, zeg ik maar voorzichtig. Wie sluit aan bij het verhaal van Peter? Ga met die lokaal gewonnen mengsels aan de gang. Dit is grappig. En wie voelt zich het meest aangetrokken tot het verhaal van Jacco? Lijkt ook weer iets minder. Peter, je schijnt een hoop medestanders te hebben, maar ik ga een tegenstander zoeken. Wie sluit aan bij André en wil daar wel eventjes op reageren? Nu zie ik opeens geen vingers meer. Nou, ik denk dat de kans van het lokale mengsel, die dijk, die heeft een bepaalde grondsoort. En het is natuurlijk maar afhankelijk van waar het mengsel vandaan komt, of die grondsoort vergelijkbaar is met waar jij hem toepast. Ja, dus moet je regio gebonden oogsten en regio op diezelfde regio ook weer zaaien. Heb je zanddijken, veendijken of kleidijken, daar zitten verschillen in zeg maar soorten. Ja. Dus, en dus ook verschuivingen en verhoudingen.
Dus ik denk dat je juist dan veel meer aansluit op het systeem. En dan heb je hele hoge mate van erosie bestendigheid nodig. Dan zul je daar ook misschien wel iets op aan moeten passen. In misschien wel wat meer D1 of D2 en wat minder kruiden om die, hoge, die hoofdfunctie van erosiebestendigheid om daar dan ook in te passen. Dus heb je dijken die minder die meer in de luwte liggen of minder hoog water kennen, kun je dus ook zeg maar meer bloemenpercentages toepassen. En wat lager gaan zitten met die veiligheid. Maar dan is het nog maar de vraag of dat zaad ook daadwerkelijk ontkiemt en ook tot groei komt. Ja, waarom niet? Er is niks zo moeilijk volgens mij, Peter, dan een kruidenrijke dijk creëren. Om dat heel snel te maken, dat is heel erg moeilijk. Volgens mij moeten we er nog veel meer van weten. Maar je moet er ook van uitgaan dat als je een nieuwe dijk hebt, dat het materiaal waarvan je die dijk maakt ook uit de omgeving komt. En als je dan gebiedsvreemd materiaal hebt voor bijvoorbeeld je deklaag, dan is dat al heel erg lastig. Maar doe je dat wel, dan heb je natuurlijk al een heleboel kruidenzaden in jouw toplaag zitten. Dus waar ik voor zou willen pleiten bij een dijkversterking, ben alsjeblieft heel voorzichtig. Als je al een goede toplaag, een groeilaag hebt, zet die heel voorzichtig en verstandig zoals het moet in een depot en gebruik hem opnieuw. Je zult waarschijnlijk te weinig hebben, want je hebt een deklaagje van 30 centimeter en je dijk wordt misschien wel een meter hoger. Dan heb je te weinig, maar gebruik dan je oude toplaag in de bovenste 10 centimeter. Spreid die over je hele dijk uit. En als je dat al niet zou kunnen, dan zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de bovenste helft die toplaag te gebruiken. Want dan zou het zaad zich waarschijnlijk wat makkelijker naar beneden verspreiden. Maar ik denk ook wel dat je nuance moet stellen van wat is snel en wat is langzaam. Ik praat ook niet over dat we in twee jaar tijd een bloemrijke dijk zeg maar kunnen ontwikkelen. Ook ik denk dat je misschien wel 5 of 10 jaar nodig hebt om van alleen maar gras naar kruidenrijk te komen. Ja. Ik maak die nuance van kruidrijk en bloemrijk, want daar zitten in mijn beleving zitten daar hele duidelijke nuances in. Ja. Maar ik denk in een tijdsperspectief van 5 tot 10 jaar kun je met zeg maar eerste jaar grassen en daarna doorzaaien, kun je denk ik in 5 of 10 jaar kun je heel ver komen. Nou, je maakt in ieder geval een hele mooie nuance, in ieder geval die mij aanspreekt. Ik gebruik het woord bloemrijk niet heel snel, want het wekt volgens mij verkeerde verwachtingen op. Ja. En mijn bestuurder zei onlangs, waar ligt die bloemrijke dijk? Wijs hem aan, want ik wil meedoen aan. Nou ja, dat is wel onze praktijk. Dus ik gebruik meestal kruidenrijk en daar zijn we ook nog een hele tijd mee bezig. Want in heel Nederland hebben we HWP-projecten en die worden eerst allemaal gras en daarna pas kruiden en daarna pas bloemrijk. Dus we hebben voorbeelden, dijkinzaaiingen, voorbeelden waarbij volgens mij binnen 5 jaar, en die heb ik toevallig van de week weer gefotografeerd, ook grondmonsters van genomen van een dijk langs de lek, die dacht ik 25, 4, met de dijkverzwaringen, dat is ongeveer 23 jaar geleden, ingezaaid is. En als je daar foto's van maakt, dan zie je ongeveer een verhouding van 60, 70 kruiden en 30% grassen. En dat moet een juweel zijn, ik ga hem van de zomer weer fotograferen, maar een bewijs dat je heel snel toch met het goede mengsel, graskruiden, wat je, die balans moet je ook goed zien te vinden, kun je bereiken. En doe je daar nog iets aan toevoegen? Nou, precies, Jacco. Wat wil je dan toevoegen? We hebben een experiment gedaan. We hebben 12 stroken van 100 vierkante meter om erbij. We hebben over het hele dijktraject, dus schaduwzijde, zonzijde, links, rechts, maar in ieder geval 12 vakken. Die hebben we doorgezaaid, belucht. Net zoals je een voetbalveld belucht, vet iedereen, dat is wel een lastig dingetje op de dijk, want die hangt helemaal schuin. Dus de vet iedereen. En toen hebben we hem doorgezaaid, we hebben er kiezeriet geloof ik bij gedaan. En mycorrhiza schimmels. Gewoon om de mineralenhuishouding aan die wortels ook in orde te krijgen. Je kunt je heel druk maken over wat boven de dijk groeit, maar eronder is zeker net zo belangrijk. Ja. Nou zei ik net al, ga niet te veel over die dijk heen crossen. Hoe minder, hoe beter. Ja. Laat die dijk met rust. En het schapenpootjes, die trappelen hem ook helemaal dicht. Ja, maar ook, nu had je het net over balans. Maar op het moment dat jij mineralen gaat toevoegen, hoe zie jij dat op lange termijn en als balans? Dat gaan we ontdekken. Sorry? Dat gaan we ontdekken. Maar als je het niet probeert, dan weet je het niet. Nee, dat klopt. He? Dus dat is wat ik net zei, die vrijheid van een beeldbestek als aannemer, dat is heel leuk. Ja. En als je resultaten naar behoren zijn, dan zullen die waarschijnlijk in de toekomst ook een kans maken. Maar blijf erover praten, sta open voor discussies natuurlijk. En luister ook naar de kennis die er is. Ja.
Nu ga ik even naar de opdrachtgever van je. Dus die mag ook zijn plasje doen. Ja, ja. Nou, ik wou eigenlijk heel wat anders aankaarten. Ik ben dus inderdaad van Vallei en Veluwe. Ik heb het gevoel dat jullie net op twee sporen praten. En dat verheldert voor mij de situatie niet helemaal. Jacco praat in mijn beleving heel duidelijk vanuit een kwaliteit matige grasmat omvormen naar een goede grasmat, wat we hem gevraagd hebben binnen het bestek. En voor mijn gevoel praten André en jij veel meer over een nieuw aangelegde waterkering waar je zo snel mogelijk een bloemrijke dijk op wil zien te creëren. Klopt dat een beetje? Nou, ik denk het wel. In ieder geval in het verhaal zul je zien dat Jacco zijn verhaal eigenlijk best wel aansluit bij zowel Peters verhaal als het mijne. Want wat je ook doet, hè, hoe snel jij ook naar je doel wil, goed onderhoud is nodig. En wat hij in mijn geval duidelijk maakte is: geef je dijk rust. Rek je periode op. Ben flexibel. Dat waren eigenlijk net even tevoren de punten waarvan ik dacht: nou, daar zijn wij waterschappen. Daar kunnen we nog, volgens mij nog heel veel in doen om die periode wat niet te strak op de periode te zitten, maar ruimte te geven. En zoals ik tegen hem zei, we zijn nog gewend best wel aan de RAW-bestekken, waarin je precies voor, dan mag je beginnen, dan moet het klaar zijn. En dit bestek biedt ruimte voor heel veel ontwikkelingskansen. Dus ja, die Jacco die dient ons beide, zeg maar. Ja, en ik denk ook dat wat je ook ziet in de landbouw wat meer gewoon is om ook naar je relatie vegetatie en bodem te kijken. Hoewel dat ook in het verleden niet ook helemaal optimaal is geweest. Dat kan ook beter. Laat ik dat voorzichtig zeggen. Maar ik denk ook voor de dijkenbeheerder dat bodembeheer net zo van belang is als bij welk beheer dan ook. Omdat je niet ongestraft 10, 20, 30, 40 jaar maaien en afvoeren kan. Omdat je dan eigenlijk in feite een systeem aan het uitmijnen bent. Wat misschien indruist tegen het verhaal van verschalen. Hè, dat is heel lang ook in Nederland gebezigd van verschalen, verschalen, verschalen. Logisch natuurlijk op die vette dijken. Hè? Omdat we misschien vanuit die geklepelde beheersystematiek kwamen van wegbermen en nog meer bekledingen, zeg maar. Dus dan moet je inderdaad gaan uitmijnen. Maar ook daarin slaan we weer in mijn beleving te ver door, dat als we eenmaal gaan verschalen, dat je op een gegeven moment een soort onbalans krijgt van twee keer of één keer per jaar vegetatie weghalen, terwijl in je bodem er een onbalans is, waardoor ook daardoor vegetatieproblemen, althans als je wat verder kijkt naar vegetaties als een soort sociologische gemeenschap bijvoorbeeld, waarin je dan op een gegeven moment mozaïeken ziet verschijnen. En in die verschillende mozaïeken zie je juist door dat die relatie met bodems zeg maar verloren zijn of uit het zicht zijn gekomen, dat je daardoor versneld bijvoorbeeld soorten als kweekgras kan gaan oproepen. Dus ik zou ook willen pleiten om ook naar je bodems te blijven kijken ten aanzien van de mineralen en de spoorelementen, waardoor je, naar mijn idee, je vegetaties ook op een natuurlijke manier, op een stabiele manier ook langer vast kan houden. Wat je zei tot een verminderde beheerinspanning. André, ja, ik geef je even niet het woord. Nee. Ja, we hebben helaas nog een 10 minuten. Moeilijk. En ik wil nog even op dat zaadmengsel, want er zijn ongetwijfeld mensen naar deze workshop gekomen met vragen over zaadmengsels. Dat stond er met dikke letters boven. Wie zou daar nog een vraag over willen stellen? Ja. Nou, ik wil even weten of jullie ervaring hebben met bloemrijke mengsels, om het zo maar te noemen, door te zaaien in bestaand gras op een kering. Hoe je dat doet, omdat de meeste zaden in verhouding of groot zijn of klein zijn of heel klein zijn. Hoe kan je die doorzaaien? Misschien maar eerst het woord. Ja. Ja. Ja, ik heb even kijken, in 2017, ik dat goed? 2018 ook. Vroeg 2018 zijn we begonnen met die proefstroken, wat ik net vertelde. Die hebben we dus even heel kort gemaaid. Die hebben we belucht. En die hebben we doorgezaaid met een kruidenmengsel. Die geschikt is, of de H2-norm eigenlijk, wat onder de H2-norm valt. Hebben we daarmee doorgezaaid. We hebben wat mineralen toegedaan. We hebben wat schimmels toegepast. En we hebben op een gegeven moment ook het doorzaaien zo gedaan dat het dat ging eigenlijk deels handmatig, zoals je mijn collega daar ziet.
En met een schijf, een soort doorzaaimachine, een counter, hebben we hem opengemaakt. En daarna nog eens een keer weer wat geëcht, zodat het zaadje lekker dichtgekiemd werd. En vlak voor een regenbui, zodat het zaad dichtgekiemd zijn, behuist wordt met grond. Zodat het een goede voedingsbodem heeft. Hè, dat het gelijk aan de grond plakt in die klei. De resultaten die waren vorig jaar redelijk. Maar goed, dan krijg je een droge zomer. Dus. En ik ben van mening dat dat minimaal 2 jaar nodig heeft. Wil je daar een goed beeld van hebben. Durf jij de samenstelling van jouw bedrijfsmengsel prijs te geven? Ik bedoel, wat zit daar zoal in? Aan de soorten die erin zitten? Nee, die heb ik zo niet praat. Nee. Okay. Nee, dat wordt gewoon samengesteld, dat koop je in. En dat de H2, Peter, hoeveel zaden zitten er wel niet in? Het kunnen er wel 30 zijn, ik weet het zo niet. Maar Peter, verkoop jij H2-mengsels? Ik ken de D1, D2 en de BK11 en zo, weet ik veel. Ja, maar, meestal is het op verzoek van bepaalde waterschappen die dan ook een lijstje meegeven die in dat H2 passen, zeg maar. Ja. Dus dat wijkt zelf ook nog weer af van onze bronmengsels die wij zo van het land, zeg maar, halen. Ja. Dus die zijn gevarieerd, zeg maar. Wat ik in de introductie zeg, jij kunt het zo bond maken als wij het willen. Ik probeer toch ook met voorlichting toch aan te geven dat bond geen goed uitgangspunt is. Nee, maar ja. Jij kunt leveren wat gevraagd wordt. Ja. Nog andere mensen met een vraag over zaadmengsel? Oh, dit is de uitdaging naar achter in de zaal. Jullie hebben vanmorgen goed opgelet. Ja, ik ben Annieke Dijkers van Waterschap Noorderzijlvest. Wij zijn het Eemskanaalkader bij ons versterkt. En daar willen we misschien op termijn ook iets mee met kruidenmengsels. Wij hebben ook te maken met aardbevingen. Dus we moeten geregeld na aardbevingen die kade inspecteren. Dus ik vroeg me af, hoe doen jullie dat met kruidenmengsels in relatie tot inspecties? Jij bedoelt, mag ik een korte grasmat zodat ik optimaal kan inspecteren? Nou, bijvoorbeeld. Ga je dat kleppelen of maaien? Hoe ga je om met inspecties in relatie met kruidenmengsels? Inspecties is denk ik iets van André. Ja, ik vind het een moeilijke vraag. In ieder geval, hoe ga je ermee? In principe zou ik zeggen, niet anders. Want je loopt of je doet in ieder geval de inspectie. Want je wil weten hoe de kwaliteit van je dijk is. Maar het gaat misschien meer om monitoren. Hè, want je gaat het inzaaien. En wat krijg je dan terug? En gaat het over een nieuwe dijk of een bestaande dijk? Eigenlijk de vraag die al gesteld werd, hè, hoe start je eigenlijk met een nieuwe dijk die je kruidenrijk wil hebben, hè, waarvan Peter al uitlegde, het gaat om meer dan alleen wat je ziet, want dan moet je je bodem in orde hebben, ervan uitgaande dat je je bodem in orde hebt. De inspectie die hier bedoeld wordt is niet gericht op de kwaliteit van de grasmat, maar hoe kan ik mijn dijk inspecteren? Op scheuren bijvoorbeeld. Ja, er is een moment dat je grasmat gemaaid wordt, wat er ook op staat. Hè, en dat hoorde je eigenlijk Jacco in zijn verhaal vertellen. Ik maai aan de voorkant heel vroeg in het seizoen al een keer, dus zeg maar na je stormseizoen. Dan kun je natuurlijk gewoon je dijk inspecteren. Dan ga je een hele tijd van groei, bloei, zaadzetting tegemoet. Dan maai je weer, dan is het half juli zeg maar uiterlijk. Dan maai je hem weer, dus dan heb je gewoon je dijk wel vrij. Volgens mij is het totaal geen belemmering om jouw dijk te kunnen inspecteren. Ik zou je als wel adviseren om gefaseerd te gaan maaien. Sorry? Gefaseerd maaien. Ja, dat kan ook. He? Dus dan heb je altijd een beeld op de bodem. Ja. Maar wat ik jou hoorde zeggen, zei dat je 3 keer wel kan maaien, dat je toch een voldoende zicht hebt. Nou, voor en na je storm- of hoogwaterseizoen is er altijd een moment waarop jouw vegetatie zo kort is dat je je inspectie gewoon kunt doen. Dat lijkt me geen enkel probleem. En tijdens het hoogwaterseizoen natuurlijk ook. Want dan ligt het er maar aan hoe kort jij de winter in gaat. Maar dat is niet anders dan bij een reguliere grasmat. Dus je inspecties kun je volgens mij gewoon lopen. Nog een andere mengselvraag. Ja. Ik ben bang dat niet iedereen aan de beurt komt. Volgens mij wou Peter nog iets zeggen over D1 en D2 mengsels. En of dat wel of niet goed is. Je zou er nog op terugkomen. Ja. Ik moet even kijken in de context van, denk ik, om daarmee te starten. Zeg maar. En dan daarna, zeg maar, in te brengen op een later moment de kruiden. Dus dat is een mogelijkheid om met nieuwe dijken aan de gang te gaan. Maar ik zou wel willen weten, mag ik aanvullen op jouw vraag? Ik zou wel willen weten, wat zou je dan wel aan, want we hebben ook niet heel veel meer dan een D1 en een D2 mengsel. Nou, misschien is het wel interessant dat er misschien meer, ook voor ons hoor, want wij worden nu ook het laatste jaar daar wat meer mee geconfronteerd met de vraag van, kun je meer natuurlijke grassen, mengsels zeg maar, aanleveren? Dus niet veredelde grassoorten, maar meer een soort beperkt
mengsel van wel natuurlijke grassen. En ik denk dat dat er nog niet is. We hebben wel mengsels waarin heel veel van die natuurlijke grassen zitten. Maar dan zouden we dat uit elkaar moeten gaan schonen om de kruiden daar meer uit te halen en de natuurlijke grassen zeg maar daarvan los te maken en dat los te gaan verkopen. Maar we zijn daarmee geconfronteerd met die vraag en we gaan daar wel aan werken om te kijken of we dat op wat grotere schaal kunnen gaan oogsten om misschien aan die vraag te kunnen voldoen. Maar het zou zeker in mijn beleving een wat belangrijker onderdeel kunnen gaan worden van het inzaaien van dijken met dat soort producten. Dat betekent eigenlijk, Jaap, dat hiernaast een graszaadleverancier misschien wel had moeten staan. Hè? Want die weten alles van graszaden. Daar krijgen wij nu ons graszaad van. Waar jullie meer gespecialiseerd zijn in de kruiden. Nodigen we die voor de volgende keer uit. Jullie hebben ongetwijfeld nog veel vragen. Hans steekt zijn vinger ook op. Maar ik ben onverbiddelijk aan mijn tijd gehouden net bij de instructie. Jullie moeten 4:10 naar de volgende... 4:10 naar de volgende workshop toe. Maar de twee heren staan beneden met hun stand, Biodivers en Vaarkamp. Hier eindigt mijn sluikreclame. Daar kun je alle vragen stellen. Dus loop rustig naar beneden als je de heren nog meer vragen wil stellen. Ik wil nog wat zeggen. Ik overhandig ze namens STOA met de hartelijke danken voor jullie inzet. Alle drie een kerstpakket, zoals het net al benoemd werd. Ik bedank jullie voor de inbreng en aanwezigheid. En wens jullie een goede voortzetting van deze sessie. Nog een applaus voor de heren. Ja, mag ik inmiddels stoppen met waar ik mee had willen beginnen? Met een hele korte stelling aan jullie, of in ieder geval iets wat me vanochtend opviel na de workshops. Het eerste ging over Amerika, dat hebben we gezien. En wat ik toen bij mezelf dacht, samenwerken loont echt. Wij moeten met z'n allen veel meer samenwerken. Dat zie je hier gebeuren, maar ook bij waterschap en zelfs over de grens. Dat hebben we echt gehoord. En de klimaatverandering is een feit, dat hoorden we ook heel letterlijk zeggen. Goed, en de laatste stelling die ik wil doen. Wij spelen een hele belangrijke rol in klimaatverandering. In alles wat daar rond speelt. Laten we dat pakken. Ik ben blij dat je nog even mijn woord afpakte. Want... dat had ik met je afgesproken, toch? Ja, dat klopt. En ik was nog wat vergeten. Want zijn er hier in de zaal mensen die zeggen... joh, deze 40 minuten was veel te kort. Ik wil gewoon eens een dag met beide mannen de dijk op... en praten over praktijksituaties. Dan kunnen wij vanuit STOA een praktijkdag organiseren... gewoon met meer tijd voor beide, of voor alle drie de heren bij mij, van mijn part. En dan ook een excursie de dijk op om verschillende situaties te bekijken. Wie zou daar belangstelling voor hebben? Loont dat de moeite om te gaan organiseren? Oké, dan ga ik kijken of ik ergens medio mei, want dan is gras natuurlijk op zijn mooist, of de dijk op zijn mooist, wat te organiseren. Met gras ook. Ik ga de verkeerde kant op. Dan had je voorjaarsvakantie. En een laatste oproep is, volgende week is er nog een grasdag. Daar kun je dus leren hoe het WBI in de praktijk werkt. Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar. Carnaval. Wie heeft daar nog belangstelling voor? Dan moet je nu even googlen op grasdag 4 van STOA en je direct aanmelden. Dan kun je nog mee. Okay. Nou, dan nu echt het slot. Goeiedag verder.